In het populaire tv-programma B&B Vol Liefde heeft Joy afscheid genomen van Zoe, omdat er duidelijk geen match was tussen hen. Nu Joy weer op zoek is naar de liefde, verwelkomt ze de energieke Nathalie uit Rotterdam als nieuwe logée. Met haar excentrieke persoonlijkheid laat Nathalie direct een blijvende indruk achter, niet alleen op Joy maar ook op de kijkers. Nathalie, die zichzelf graag een shitfluencer noemt, wist Joy te verrassen met een bijzondere goocheltruc. Na een diepgaand gesprek met Babette, een andere deelneemster die inmiddels een klik met Joy heeft gevonden, onthult Nathalie haar bijzondere werk als shitfluencer. Ze deelt dat ze diverse baantjes heeft gehad, maar nu haar roeping heeft gevonden. Haar shitwijsheid komt naar boven, waarbij ze poepgerelateerde vergelijkingen maakt om het leven en creativiteit te begrijpen. Zo vergelijkt ze bijvoorbeeld creativiteit met constipatie, je kan drukken wat je wil, maar het komt er niet uit. Ook met creativiteit kan je pushen wat je wil, maar dat werkt niet zo. Hoewel sommige kijkers aanvankelijk dachten dat het om sarcasme ging, blijkt het toch een serieuze en eigenzinnige kijk op het leven te zijn. Twitter explodeert met reacties en kijkers raken niet uitgepraat over deze opvallende deelneemster. Sommigen vragen zich af of ze werkelijk overal scheid aan heeft, terwijl anderen al volledig overprikkeld zijn. Benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen in B&B Vol Liefde? Hou dan onze overzichtspagina in de gaten en praat mee in onze levendige B&B Vol Liefde Facebookgroep.